gaan we dan. We zijn zojuist naar de THQ booth geweest. Een aantal interessante games gespeeld, toch? Ja, zeker. En gezien? Ja, zeker. Het was een leuke line-up. Onder andere Ninja Gaiden, Warhammer, UFC. We begonnen met Saints Row. Ben ik wat vergeten? Nee, eigenlijk waren dat de belangrijkste. Ja, Ninja Gaiden zat er nog bij. Maar het was in ieder geval heel erg chill opgezet. We kwamen eerst binnen, kregen een hele vette trailer op een gameplay video eigenlijk te zien van Saints Row 3. Ja. Hoe was dat? Ja, ik kan er heel veel over zeggen, maar ik denk dat ik er één ding over moet zeggen. Super gaaf. Ja, ik bedoel, het is gewoon eigenlijk een soort van verdraaide Grand Theft Auto. Dat is gewoon nog echt fucking cool. Ja, zeker. Dat is heel vet. We hebben natuurlijk al wat beelden op onze website gepost. Korte filmpjes over dat ze met grote paarse dildo's door de werelden heen renden. Nou, nu kreeg ik een stukje te zien dat hij een meisje ging customizen. Gewoon met een string aan. Met zulke tieten. Met zulke tieten. Met zulke tieten. En die gingen iedereen op straat in elkaar beuken, auto's stelen. Op een gegeven moment was er een groepje gangsters bij elkaar. Wij dachten, nou, ze gaat die gangsters versieren. Nee, er wordt een koffer open gedaan. Er komen allemaal Predator missiles gewoon op die gangsters. Het was echt over de top, maar super vet. Ja, echt over de top, precies. Voor de mensen die echt Grand Theft Auto haten, puur vanwege verhaallijn. Omdat die gewoon op de gangster voor ze is. Dan zou je gewoon Saints Row moeten spelen. Maar goed, dan blijven we te lang op dit onderwerp hangen. Laten we even kijken naar alle andere games. Ja, dus Ninja Gaiden, die heb jij geloof ik gespeeld. Ja, Ninja Gaiden. Nou ja, van de vorige series. Het is gewoon een heel snel, ja, hack and slash game. Maar heel gruwelijk. En het was grafisch zo mooi. Dat alles ook heel goed te volgen was. Hoe snel het ook ging, je kon gewoon zien wat je deed. En het werkte gewoon. Er was gewoon een hele demo die je kon spelen. En ja, wat ik zeg, het zag er gewoon vet uit. Zijn combo's waren vet. Overal vloog bloed naartoe. Ja, ik denk dat dit echt de grootste Ninja Gaiden is die ooit uit is gekomen. Hij wordt heel vet. Nou, dan hebben we Warhammer nog. Dus Warhammer 40k, Space Marine. We kregen de gelegenheid om multiplayer te spelen. Eén map was heel erg gaaf. Drie verschillende klasses. Ik had verwacht dat die heel erg lastig zou zijn. Maar omdat, weet je, met Warhammer games ligt de drempel normaal gesproken heel erg hoog. Voor non-Warhammer fans. Maar in dit geval was het helemaal niet zo. Het speelde lekker weg. Ik blijf er niet al te lang bij hangen, want er waren ook nog andere vette games. Want wij hebben een paar potjes UFC gespeeld, wat ook echt gewoon redelijk cool was. En hoeveel heb je er gewonnen? Daar praten we niet over. Daar praten we niet over. Ik heb hem alle hoeken van elke ring laten zien. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee. Kom maar een potje Battlefield doen. Ga jij maar 9 uur in de rij staan dan. Nee, UFC was echt, ja, weet je, we kennen het al grafisch. Elk jaar wordt het gewoon beter. Er worden nieuwe vechters toegevoegd. Allemaal met hun eigen specialiteiten. Daar kunnen we ook wel uren over praten en iedereen opnoemen. Maar wat ik meteen als verbeterpunt zag was submission. UFC is natuurlijk een vechtsport waarbij je niet alleen kan worstelen, maar ook kan slaan. Maar worstelen is beter aangepakt dan anders. Normaliter kon je iemand op de grond pakken, kon je hem een submission geven. En ja, dan moest je maar wat klikken of heen en weer gaan om eruit te komen. Maar nu krijg je echt een... er kwam wat in beeld waarbij je kan zien om je submission echt te versterken. Maar de verdediger kon ook zien wat hij moest doen om het te verdedigen. Dus het was twee kanten, verdedigen en aanvallen, echt verbeterd. En dat vond ik wel echt een goed pluspunt. Nou, zoals je kunt horen, hebben we heel erg veel te vertellen over deze games. En dan kwam het gewoon omdat de booth van THQ, denk ik, toch een van de beste is hier op deze beurs. Je kon naar binnen, je stond niet voor verrassingen te wachten. Je dient gewoon even rustig te wachten op alle games die er eventueel speelbaar waren. Dat hebben we daarom ook gewoon goed gedaan. Op de schaal van 1 tot en met 10, wat voor cijfer zou je deze boot geven? En dan bedoel ik niet de meisjes die echt mooi waren, maar ik bedoel dan gewoon echt qua games en omzet en ga zo maar door. Ik denk dat ik de boot wel een 8 geef, want wat je zegt, weet je, je komt goed binnen, er was ruimte om te spelen, het was niet al te druk, weet je, je had gewoon alle tijd om alles goed te testen en ik denk dat gewoon het cijfer, dat gewoon een totaal een 8 is dan. Ja, ik denk dat ik het met jou eens ben, het hele fijne gewoon is dat je niet onder druk wordt gezet om op te rotten. Nee, je kan gewoon lekker een paar potjes spelen, je kan zo lang blijven hangen daar als je wilt, dus zeker weten, een verdiende 8. Eigenlijk heb ik verder niks meer te zeggen, was gewoon ontzettend gaaf. We gaan verder, we gaan gamen jongens, we gaan gamen! Ah! Boe!